Jullie zitten er tamelijk ontspannen bij. 4 microfoons voor 5 mensen, maar je kan er toch eigenlijk maar 1 tegelijk gebruiken. We hebben een aantal stellingen voorbereid, jullie ook. Maar ik wil graag eerst even van de gelegenheid gebruik maken om een klein rondje te lopen. Om te horen of er uit de zaal dingen zijn, stellingen, hoorde ik er al een paar van. Maar misschien ook al vragen van jullie zeggen, nou ik heb die koffie, die heeft nog eens even zijn werk gedaan. Dit zou ik die mensen voor in die zaal wel graag, daar zou ik ze wel iets over willen horen zeggen. Over die hyacinten die in januari al de kas zijn gegaan, wanneer zijn die geplant en hoeveel kou hebben die gehad en welke behandeling is eraan vooraf gegaan als ze toch matig groeien? Ja, we weten al redelijk goed wat we daar moeten geven eigenlijk. Dus als je gewoon 9 graden geeft, zeg maar optimale kou en dan 8 weken, dan kun je al de kas in. En dan krijg je een dusdanig gewas dat je zegt van er zit genoeg strekking in. Dus daar ligt het niet aan, zou ik zeggen. Maar het is goed om even een beetje de scherpte op te zoeken. Het is toch een beetje onder ons, zo gezegd. Dus dat kan helemaal geen kwaad, daar word je ook weer wijzer van. Ik kom bij jou, Lucas, en dan loop ik nog even zo die kant op. En dan gaan we naar de stellingen, heren. Met bollencoaster wil je de bollen uit de grond hebben. Vooral om pythium te voorkomen. Heeft dus pythium hierbij gewonnen van de bollenkwekers? Moet je even uitleggen wat je daarmee bedoelt. Of je moet capituleren voor pythium? Nou ja, je gaat nu dus om pythium te voorkomen, ga je hele aparte onderzoeken doen om pythium te voorkomen. En niet om pythium uit je land te krijgen. Pythium is één van de redenen om zo'n systeem te gaan beginnen. Je weet van pythium dat die poren heel lang in de grond achter kunnen blijven. Dus je moet een hele ruime vruchtwisseling toepassen. Je weet dat het ook in die bollen mee kan komen. En als je nou schone bollen uit de vitale teelt haalt, ja, om ze dan in land te gaan zetten waar pythiumsporen in zitten, is natuurlijk een beetje zonde. Dus, dan is het mooi dat je daar in zo'n systeem geen last van hebt. Je krijgt er ook niet met de bollen mee. Maar goed, pythium is niet de enige reden. Er zijn dus een heel rijtje redenen om op zo'n systeem over te stappen. Dan had ik in ieder geval nog de vraag voor Tim. En ik weet niet of dat voor jullie nodig is. We hebben natuurlijk nu niet zo van die ondertiteling in beeld die je normaal hebt als er hoe zeg je dat, als het digitaal is. Of jullie weten wie hier aan tafel zit. Casper hebben we natuurlijk al aan het woord gehad. Onderzoek zou je kunnen zeggen. Bram Mulder, advies, Archivirum GMN. Piet ook al aan het woord gehad. Tim noemde ik al even. Je zit hier volgens mij als kweker. Tim van Haaster en Arno Verkleij. Hobo Ho, Duman Orange. Ja, als handelaar, klopt dat? Is dat een beetje het etiketje? Nee, niet als handelaar. Als veilaar en zeg maar RMD-station. Oké, nou, dan is het goed dat we dat verduidelijkt hebben. Tim, ik had beloofd om even bij jou terug te komen over dat koppen van die hyacinten. Waarom doe je dat eigenlijk niet? Ik had het met Piet overlegd en ik vond het erg veel werk. Dat vonden wij eigenlijk ook wel. En, Piet is natuurlijk ook niet voor niks gestopt, dus dat vind ik eigenlijk niet zo relevant. Dat werk, dat zou ik even buiten beschouwing willen laten. Maar geen corso, dat helpt niet. Maar jij zegt het verspreiden van ziekte is een belangrijke reden. Dus op het moment dat je dat weer kan oplossen, lijkt me vrij eenvoudig op te lossen. Dan zou dat misschien wel te overwegen zijn. Nou, dan moet het al machinaal gaan, want ja. Met de hand. Oké. Okay. Nee, nou, we hadden net al meer uitdagingen voor machinebouwers, maar deze kan er nou volgens mij bij. Ik durf te wedden dat er akkerbouwgewassen zijn die ook op een handige manier zonder al te veel handarbeid van het veld komen. Dus dan zou een hyacintentrosje ook moeten lukken, denk ik. Aad, nog eentje, anders wil ik eigenlijk naar de stellingen toe, hoor. Doe hem met microfoon. Klaas Streus zit ook in de zaal. Die had een prachtig artikel in Delphi, of in de bloembollencultuur, een paar weken geleden. Er is een duidelijke relatie tussen de organische stof en hebben jullie dat onderzocht? Er is een duidelijke relatie, als je een hoog percentage organische stof hebt, nou, dan er zit er gewoon geen pythium. Wij telen hyacinten op een humusgehalte van 4,5%. Nou, geen pythium, niks. Dat rek je niet met de fosfaatnorm. Nee, in de bollenstreek rek je dat niet. Maar goed, die relatie is te duidelijk. Kijken jullie daarnaar? Ja, je zit ook in die sleuven zit ook potgrond. En dat is bijna helemaal organische stof. Maar goed,
Er zit nog een schakel tussen, hè. Het is niet puur organische stof die positief werkt tegen allerlei ziektes en plagen, maar het is de organische stof die ervoor zorgt dat je een goed bodemleven hebt. En dat bodemleven dat zorgt ervoor dat ziektes minder kan bestrijden. Kijk, in zo'n vloot systeem die gaat uit van een veensubstraat, dan heb je bijna 100% organische stof. Maar dat is zo schoon, als daar op een gegeven moment pythium in komt, dan groeit het er ook enorm snel doorheen, want het heeft geen concurrenten. Mm. Dus organische stof is belangrijk voor je bodemleven en je bodemleven is belangrijk voor je bodemweerbaar. Ik denk dat ik de stelling om moet draaien. En dat is natuurlijk eigenlijk wat er hier gebeurt, de veronderstelling dat je via het teeltsysteem je kostprijs bepaalt. En de prijs wordt bepaald door de markt. En de markt bepaalt wat hij hebben wil. En uiteindelijk is de consument die zegt, ik wil uiteindelijk een duurzaam teeltsysteem. En ik denk dat we daar veel harder over na moeten denken. En niet vanuit onze eigen positie, maar veel sterker van wat gaat de consument morgen van ons vragen. En dat is een duurzame teelt. Dus het is niet de vraag, kunnen we het doorberekenen? Nee, de vraag is, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we de consument dat geven wat hij vraagt? Laten we niet vergeten, een aantal jaren terug kan ik me nog herinneren dat we in Duitsland heel veel problemen hadden met de gifbollen. Als dat systeem opnieuw de kop op gaat steken, is dat de doodsteek voor onze sector. Mensen, wij moeten gaan denken wat de markt wil, niet wat wij willen. De markt dicteert. En we moeten ervoor zorgen dat we binnen de kosten van die de markt, de mogelijkheid die de markt ons biedt, onze productie op orde krijgen. In principe heeft u helemaal gelijk. Maar het product ligt nog steeds voor 1,99 in de winkel. Of ik noem maar een prijs. En als het kostprijsverhogend werkt, dan moeten wij dat toch ergens op zien te gaan lossen. Want anders komen wij er niet uit. Tim, je hebt helemaal gelijk. En ik ben de eerste om met jullie de discussie aan te gaan hoe we het met elkaar kunnen regelen. Maar in wezen, je moet wel oppassen, straks zegt de markt, ik hoef je product niet meer. En dan kan je nog zo goedkoop produceren, maar als je het niet kwijt kunt, heb je er nog niks aan. Ik heb een aanbod. Is dat niet net zoals voor de biologische akkerbouw of de melkveehouderij? Klopt, heel schap aan de bioproducten. Omdat een kleine groep mensen veel dat nodig is. Er zijn heel veel bedrijven op ingestapt en ingespeeld. Maar uiteindelijk is die melk of zijn die eieren veel duurder en wordt maar door een kleine groep mensen verkocht en blijft er eigenlijk ook nog heel veel over. En, ja, ben je dan wel goed bezig, zeg maar, als je die kant dan ook gaat? Of is het niet te vroeg? Maar zo, je ziet het al met levensmiddelen eigenlijk. Dat is eigenlijk veel belangrijker. Dat is levensbehoefte. En zelfs dat blijft al niet meer. Dus daarom is het juist zo makkelijk om het te laten liggen. Dus de bol kun je heel makkelijk laten liggen. Via wie hebben we. Ja. Dus als ik hier iets aan zeg van nee, dat deugt niet, dan niemand het. Mag ik misschien daar een voorbeeld aan geven? Kijk even wat er gebeurd is met de plofkip bij de supermarkt. Wil je straks als sector in dezelfde discussie komen? Volgens mij niet. Dat heeft niemand hierover gezegd. Nee, maar daarom. Maar zijn vraag, volgens mij stelt hij het eigenlijk. Het is nog een beetje te vroeg. Maar dat is het mooi. Je moet het verschil moet maken tussen biologisch en duurzaam. Uiteindelijk zie je wat we de laatste jaren besparen van meer. Je ziet er een jaar of 10 geleden waren nog het injecteren, dat we vaten vol houden in de grond. Als we nu zien hoe verder we teruggebracht hebben, wat we meer in nul gebruiken. Wat voor spuiten die je hebt, wat voor doseringen je gebruikt. In feite zijn we al heel eind terug. En dat gaat ieder jaar gaat dat terug. Ieder jaar moet je kijken hoeveel je terug kan brengen, hoe je met minder middelen je het kan redden. Of je met biologische middelen kan redden. Stap naar biologisch, neem je heel veel risico. Want als je geen middelen meer gebruikt, dan maak je de kans op een misoverstand. Want je kan er niets aan doen eigenlijk. Of je moet er gewoon op een middel inzetten. Je moet kijken of je zo duurzaam mogelijk teelt. Waar de streep ligt eigenlijk. Maar je moet het niet gaan overdrijven. We gaan eventjes dat doen. Dan neem je gigantische risico's en dan is het vak er dan wel, maar ben jij er niet meer. Wat dat betreft moet je wel uitkijken. Ja.
heldere waarschuwing. Ik kijk even naar de heren voor hun zaal. Ja, ik denk dat er heel veel waarheden gezegd worden. Ik denk ook dat het niet zo is dat binnen dit systeem wat we proberen op poten te zetten, dat we biologisch willen gaan telen. Ik denk dat we vooral voor ogen hebben met elkaar om te kijken of we naar de toekomst toe met het verdwijnen van het aantal gewasbeschermingsmiddelen, en ik denk dat we dat wel moeten onderkennen, dat het gewoon heel veel middelen naar de toekomst toe gaan verdwijnen, dat wij toch hyacinten willen blijven telen. En we willen niet alleen het virusprobleem oplossen, we willen ook, wat net al gezegd is, kijken of we schoon kunnen beginnen. En het is natuurlijk niet alleen het virus waar we in de hyacinten veel last van hebben, het is natuurlijk ook Erminia. Als je schoon kan beginnen, en dat weten we met z'n allen natuurlijk wel, als je 100% schoon Erminia vrij ben en je gaat dan 1 of 2 jaar naar buiten, dan moet je zonder al te veel problemen het eind kunnen halen. En dat is natuurlijk ook een voordeel. Het is en. Het is niet alleen virus, het is niet alleen Erminia, het is niet alleen. En het verhaal holocausten is eraan gekoppeld, omdat dat een oplossing kan zijn, wat ook al gezegd wordt, voor eventueel andere grondgebonden ziektes. Maar we zijn met z'n allen naar richting aan het zoeken om te kijken wat de oplossing naar de toekomst is. En neem van mij aan dat we nu niet binnen 2 à 3 jaar het probleem opgelost hebben. Maar over 10 jaar zitten we hier met z'n allen, willen we hier nog hier zitten telen op een manier die gezond is voor de maatschappij, wat Kees ook zegt. En dat we verantwoord naar de maatschappij kunnen zeggen, wij telen wat en die middelen die wegvallen, dan komen misschien andere middelen voor terug en ik hoop ook biologische middelen. Maar het zou ook zeker helpen als we 100% schoon kunnen beginnen. Want dan kan je ook makkelijker naar buiten toe en ook goed bijdragen. Dus ik denk dat het en is. Het is niet dat wij nu proberen met dit project iedereen zeg maar een bepaalde richting in te duwen. We proberen oplossingen te zoeken voor problemen die wij in de toekomst zien verschijnen. Ik heb ook niet de indruk dat heel veel mensen nu al in je richting opgeduwd worden hier gezegd. Als ik met dit oor een beetje die kant op luister. Maar goed, daar wil ik me ook wel bij aansluiten. Ja. Het is inderdaad volgens mij niet alleen een, een marketingverhaal of iets wat de markt organiseert. Maar dat is ook een van de stellingen straks. Denk ik wel een noodzaak om de vermeerdering opnieuw uit te vinden. Om het Klaas net terecht zet. De gewasbeschermingsmiddelen. Die hebben de afgelopen 2 jaar niet goed gewerkt. Hopelijk hebben ze dat dit jaar beter gedaan en gaan ze dat in het vervolg ook doen. Maar we weten ook dat de doseringen omlaag gaan, dat er een verbod op stapelen komt, dat het aantal lijstdoders afneemt. Dus om dan virusvrije of ziektevrije werkbollen te telen, ja, die aanwas die droogt op. Dus het is niet alleen iets wat de markt dicteert of waar we voor de consument aan bezig zijn, maar het is ook een noodzaak. Nou, een goede aanvulling. Ja? Ja. Nou, we zijn naar de volgende stelling. Nou ja, dus het is ook een halve stelling. Maar nou, jullie zijn druk aan het regelen dan in die zin. Hè? Hoe sterk wordt er ook ingezet op resistentie tegen bijvoorbeeld virus of bladluizen? Wordt daar iets mee gedaan? Marno, ja, daar zijn we druk mee bezig. Zeker sinds de overname van Nieuw Noord, zeg maar, is er voor de focus met name het grootste gewas bij ons is tulp. Binnen Nieuw Noord is het voordeel dat in de breedste zin van alle gewassen, alle onderzoeksresultaten, zeg maar, in alle gewassen waar barrières worden doorbroken, dat die kruisings tussen de onderzoekers gedeeld worden, zeg maar, en dat de kruisbestrijding letterlijk tussen de verschillende onderzoekers van die gewassen, zeg maar, dat delen met elkaar, zodat ze links, zeg maar, resultaten halen in Rizant, dat ze dat rechts kunnen toepassen in roos of hyacint of tulp. Alleen zien we ook dat de traagheid van de deelresultaten, dat is eenmaal, zeg maar, feitelijk waar we mee geconfronteerd worden. Het duurt allemaal langer. Er zijn ook uitdagende gewassen. Als ik naar Natalia en Wouter kijk, dan wordt dat iedere keer herkend. Niet alleen, zeg maar, links de afslag in de verenkeling, maar ook rechts het onderzoek. Het zijn complexe gewassen. En het is soms het gevoel, 3 stappen vooruit en letterlijk 4 terug. En dan weer 2 vooruit en 1 terug. Maar daar zijn we wel druk mee in de weer. Alleen dat gaat nog wel wat langer op zich laten wachten.
resistenties zal het ook verder brengen richting de thema's 2030, dus de terugdringing van en middelen. En alle problemen die er nu in aan de orde zijn. Maar dat is ook een flinke uitdaging. Dat vraagt ook dus nog meer tijd, dus ook kapitaal. Ja. Maar de richting is helder, dus die wordt. Ja, nou ja, dat is eigenlijk wat ik net vertelde. Dus, ik denk inderdaad dat een gesloten systeem of een lineair systeem, dat is eigenlijk wat hiermee bedoeld wordt, dat dat inderdaad wel een manier is om bollen virusvrij en ziektevrij in de teelt te brengen en in de teelt te houden. Dus ik denk, ik denk zeker dat het een oplossing is, of de goede oplossing is. Om die zinnenteelt te laten. En dan heb je die schuifjes van buiten gedacht. Jij zegt dat schuifje van binnen en buiten zet je zoveel mogelijk naar rechts. Zet je zoveel mogelijk binnen en alleen naast buiten. Ja, maar dat klopt. Maar dan snap ik ook inderdaad dat de vraag deze wordt gesteld naar de economische haalbaarheid van wat we dan hebben. Dat hebben we wel echt niet knel. Dat hebben we beloofd. Dus dat die schuifjes zullen bij de zorg worden gezet. Dat is een Ik denk dat het wel. Heel belangrijk is. Het is alleen nog een hele grote uitdaging om een goed systeem te vinden. Het project waar wij aan deelnemen, we zitten in jaar 2. Het project is zo voorbij en je bent nog lang niet bij een oplossing. Dus er gaat gewoon ook heel veel tijd overheen. Maar het is wel belangrijk om eraan te werken, om in ieder geval vooruit te gaan. We zien ook een hoop problemen bij onze uitgangsmateriaal. Ja. Hier staat volgens mij bewust nog geen jaartal bij zo'n registerel moeten zijn. 2030 is dan vaak de stip op de horizon en die sector zichzelf meegekregen. Dus je hebt nog even tijd om het programma en dan naar deze onderzoek loopt. Reacties op deze, en we hebben het al een klein beetje over gehad. Ik heb niet gereageerd. Ja, ik heb ook gebieden waar de luisteren in is natuurlijk. Bijvoorbeeld het werk Dat is wel een manier om het erin duidelijk te krijgen, denk ik. Want ik zag het in plaatje 2 lijnen. Ik had vanaf Weeselbeek bol en werkbol delen. En vanuit die werkbol ga je weer een nieuw materiaal winnen. En het is de kunst om die cyclus zo lang mogelijk in stand te houden. En met dat soort oplossingen, met die veerkracht en creativiteit als bollen delen, denk ik dat je het erin duidelijk moet proberen te maken. Ja, je moet wel bedenken, die luizen zijn het probleem niet. Het zijn besmette luizen. Dus als jij virusvrije partij hebt, de meeste virusverspreiding heb je binnen je eigen partij. Dus als jij virusvrije partij hebt en je deelt een klein beetje afgezonderd van een eventuele smerige buurman, dan hoef je zijn luizen echt voor te hebben. Virusvrij is dus onmogelijk, je hebt altijd een heel laag percentage. Dus die luizen zijn altijd een virusvrij. Als je van deze plek uitgaat en je doet op de goede manier de initiatie, dan heb je virusvrij gegarandeerd virusvrij. Oké. Laat het even aan aan Wim, je hoeft niet eens te zijn. Martijn nog en dan gaan we naar de laatste. Ja, dat is misschien een beetje gek, maar als je nou andersom bekijkt. Ja, dat is goed, daar wel een paar keer aan draait komen. Ja. Maar als je nou zegt van, waarom moet er nou per se bijvoorbeeld zonder virus? Kan je niet beter veredelen op soorten die het gewoon niet tonen? Je hebt bijvoorbeeld killerbij. Dan zien wij als vakmensen wel een virus, maar de consument die ziet het helemaal niet. Als je gewoon zegt van joh, laat het virus maar op zijn beloop en dan gaan we een partij doen. Ja, ik vraag het zelfs, want wij zitten voor het even. Je ziet het speciaal. Dan denk ik Basiel, dan ga je terug inderdaad naar een rijtje grijze incidentcultivars. Ik weet niet of ik dat allemaal als
boel dan zien. Wat interessant, dat vind ik de opmerking wel. Ik zou meer kunnen omdraaien, meer aan rassen die zeg maar, visueel wel zichtbaar zijn. Zodat in ieder geval het menselijke oog zeg maar, kan waarnemen en bestrijden, zeg maar. Of straks met ziekzoek robots. Daar ligt ook wel een hele uitdaging, want er zijn ook partijen die het niet tonen. En ook rekening zou dat eigenlijk goed dan die partijen ook nog toetsen. En het moet toch helaas voor verrassingen te staan. En dat betekent dan soms partijen aftelen en weg. Dat is niet visueel waarneembaar. Maar het zit er toch in. Dus hoe ga je daar dan mee verder met een 4-jarige of 5-jarige pilsieke? Dan weet ik jouw gezicht altijd niet zo vrolijk staan, maar je kijkt nou wel heel donker. Misschien was je ook wel uitdagend bedoeld. Hoor. Dus, Ik wil ook zeggen van, als je een slecht scenario hebt en je zegt, joh, het klimaat wordt warmer. Je krijgt net als afgelopen, zeg maar, niet afgelopen seizoen, maar die twee seizoenen daarvoor, die warme voorjaren. Lekker veel te veel. En je loopt er vaak geen kans voor. En de middelen, zeg maar, middelen stapelen gaat eraf en noem maar op, er gaan nog een paar middelen uit. Ja, dan op een gegeven moment heb je gewoon geen redmiddelen meer. Is het dan niet gewoon beter om te zeggen, we hebben gewoon... weet ik het, net als een strong goal, dan zien wij als vakmensen wel het virus. En de consument ziet het niet. Dan kan je gewoon zeggen tegen de landen van joh, dit is het, maar het is wel duurzaam verteeld. Maar er zit virus in, is het niet beter. Ik denk dat de export van je opbrengst wordt geen probleem dan de volgende maart terecht gaat komen. Bezig met het project Rollercoaster en het is leuk om daarbij betrokken te zijn. En, het is futuristisch, het is ook moeilijk om je van voor te stellen dat we over 10 jaar op die manier bollen gaan tegen. En ik denk dat we wel een aantal instrumenten moeten behouden om bollenteelt rendabel te houden. Dat spreek ik natuurlijk een beetje vanuit het
ja, het is het vak waar ik in zit. Als je zegt instrumenten, kun je dan een gast spelen? Ja, ik denk dat het wel een belangrijke functie moet blijven hebben of blijft hebben. En met name ook omdat waar ik het net over had, die cyclus vanuit de vermeerdering zo gezond en vitaal mogelijk te houden blijven. Ja. We moeten een medicijnkastje blijven houden. Ja, dus jij zegt ja, mits. Ja, ik denk, nou, ik vind het wel, ik denk dat het haalbaar is, maar niet voor alle telers. Maar ik denk dat je een specifieke bedrijf krijgt. Dat je dus, wat je nu ook al hebt, werkbobbelteelers, maar dat je dan uitgangsmateriaal telers krijgt. En die zich daar heel specifiek op gaan richten. En dat dat ook een heel ander soort bedrijf wordt. Die daar dus een soort high-tech vermeerderingsproces hebben met kassen erbij en ja, en dat die daar dus ook op gaan investeren. En dan kom ik inderdaad bij meneer Zonneveld, ja, dat uitgangsmateriaal zal dan wel betaald moeten worden, ja, dat klopt, maar dan heb je wel gezond materiaal. Ja. Dus ook jij zegt, ja, mits, voorwaardelijk, als we die splitsing goed weten te maken, help je. Ik leef er een aantal keren door op jullie website in de vorige presentatie. Leef terug op jullie website, dat is de website van? Jouw website van Greenport, naar dit artikeltje in de uitnodiging. En in de vorige presentatie noemden jullie een bedrag. Er werden ook de vragen over gesteld. Ja, correct. En de vraag is? Dus is het meer dan een euro voor één werkbol, is het realistisch? Okay. Alleen voor nu klopt die vast volgens mij niet voor het andere sortiment. Nee, jullie noemden daar een bedrag, een compleet bedrag op de website. Ja, klopt, tussen 84 cent en 1,04 euro. Ja. Ja. Dus kan iedereen een beeld hebben. Ja, dat is goed dat je het specificeert, dat het bedrag op het idee, jullie misschien niet achterhoofd hebben of een andere uitkomst van de som. Dat is goed dat je het specificeert en ook goed dat je noemt dat er op onze website nog inderdaad op de vorige aflevering compleet terug te vinden is. Er zitten niet zo heel veel overlap. Dus ik zou ook zeggen, als je hier geweest bent en je was het de vorige keer niet, is zo aardig om te kijken. Dankjewel. Ik was bij Tim. Is het al? Nu nog niet. Dat denk ik. En straks misschien. Nou, wellicht, maar er zal er wel aan gewerkt moeten worden om dat op een goede manier op de rit te krijgen. Want en hoe is het op de manier op de rit? Er worden. Nou, als ik nu puur kijk naar het onderzoek wat wij nu doen, is het heel interessant, maar de resultaten vallen toch nog een beetje tegen, vind ik. Dus ja, of er zal vanuit misschien het literatuuronderzoek wat er gedaan is, daar iets uitpikken van, nou, dan gaan we zo door en dan op een manier het recht rekenen. Want nu is dat nog niet het geval, dat het wordt gewoon te duur. Ja, geld, ja. Marno, is het haalbaar? Het zal haalbaar gaan worden in combinatie met het zal nog een langere weg vragen voor verder onderzoek. We zijn inderdaad twee aan de weg. In de stuurgroep zijn we al aan het discussiëren van het verlengen van het onderzoek. Dus de resultaten die komen wel. Maar de vraag is, zoals aan de sector, ja, er zullen keuzes gemaakt moeten worden van de deelresultaten. Waarmee kan men dan wel vast aan de slag? Ja, maar we gaan niet nog verder, dus we gaan ze nog kunnen oplossen. Ja, oké. Helder. Nou, dan stel ik voor, het is aan jullie gezegd, nee, we gaan nog niet door. Maar niet. Om er op dit moment een punt achter te zetten.